deze titel brengt dat wij een jaar lang als rolmodel fungeren voor heel Europa. En dan vooral voor de kleine steden in Europa, want we zijn een kleine stad met grote ambities op het gebied van duurzaamheid en ook grote prestaties. En dat heeft de Europese Commissie, die die prijzen uitreikt, heeft het ook beloond. Dus wij worden een jaar lang, zijn wij echt rolmodel, zijn we een voorbeeld voor andere Europese steden. 12 milieuthema's en op die 12 milieuthema's waren wij de beste in Europa. Leven met water, zoals we onze nevengul hier hebben. Het gaat over circulaire economie, goed omgaan met grondstoffen. Het gaat over een groene gezonde stad. En het gaat ook over de hele energietransitie die op stapel staat. Kort gezegd, dat we straks moeten leven zonder aardgas. Nou, we hebben routes door de stad die daar dingen over vertellen, wat we daar allemaal al in doen. En we hebben ook een grote regionale route waarin de hele regio te zien is wat we allemaal aan duurzame initiatieven hebben. Maar natuurlijk willen wij ook voor onze eigen inwoners willen wij inspirerend zijn. Dus er zal ook van alles en nog wat gebeuren op het gebied van duurzaamheid, groen, over afval. We staan hier op de Waalkade. Er zijn afvalbakken, zijn heel mooi door kunstenaars versierd, zou je kunnen zeggen, aangepakt. En vandaag gaan we met die partijen die daaraan meegewerkt hebben, dat zijn er liefst 87, gaan we dus een manifest ondertekenen van dat we er volgend jaar een prachtig jaar van gaan maken. Thank you.